Wat heeft mij tot het beweegredenen gebracht, is de manier waarop de overheid en Staatsolie met de huidige wateroverlast met ons als tribalen wordt omgegaan. Een behandeling waarbij kenmerken zijn van tweedehands burger. De reden waarom ik dat zeg, omdat sinds na de ramp het wateroverlastramp zich voordoet, is er namelijk zo dat pas na 2 maanden er actie kwam om op te treden om hulp te brengen voor de mensen van het district Brokopondo. Ik vind dat dit onvoldoende en tot geen rekening wordt gehouden met onze belangen en bescherming in het binnenland. Voordat een ramp zich voordoet, dient een bedrijf een preventieplan te hebben om de mensen te helpen om de schade zo dusdanig te minimaliseren. En als ik daarna kijk, heb ik gezien dat er geen preventie vooraf heeft plaatsgevonden. En dat was ook de aanleiding waarom ik tijdens de vergadering, de Kroetu, van zaterdag 21 jongstleden, deze specifieke vraag heb gesteld aan de directeur van Staatsolie, de heer Frenkel. En hij heeft ook kunnen beamen dat er geen preventieve maatregelen zijn getroffen. En dat er ook geen preventieve, dat er ook geen plan was. En ik kan merken dat mijn mensen daar in Brokopondo, toen het water overlast kwam, daar vooraf werd er maar een brief gestuurd naar de mensen met de mededeling dat de Basjas kapitein dat moet doorgeven aan de mensen. Vervolgens verder heb ik geen enkele actie van Staatsolie gezien. Dat ze voor faciliteiten hebben gezorgd. Eventueel als het water te hoog is naar de dorpen overloopt. Dat de mensen dan ergens hebben om te gaan verblijven. Voorlopig totdat het water is weggezakt dat ze terug konden keren. Wat ik wel heb gezien is dat er pas na 2 maanden dat er nu pas actie komt. Dat maakt dat het mij zorgen baart, als ik kijk naar mijn leef- en woongebied, dat men op zulke dusdanige wijze omgaat met mijn mensen, waarbij er het recht wordt geschaad, het rechten van de mens. Ik praat hier niet over klimaatverandering hoor, want we weten allemaal dat er klimaatverandering is wereldwijd. Dat weten wij. Maar het gaat bij mij om de maatregelen, preventieve maatregelen die zijn genomen, de voorzorg, die zijn genomen voor veiligheid van de mensen al daar. Dat is mijn pijnpunt. Dat je rekening moet houden dat op het moment dat je een bedrijf overneemt, of dat je de stuwdam gaat managen, moet je rekening houden met de mensen. En dat heb ik gemist in dit geheel. Ik heb meneer Frenkel gevraagd. Ik heb hem zelf met ooggetuigen heb ik hem apart genomen om met hem te praten. Van luister, dit wat is gebeurd, het is duidelijk. Qua veiligheid, er is geen veiligheid geboden aan de mensen. Ik heb hem ook gezegd, Staatsolie is hierbij gefaald. Maar wat gaan jullie nu doen? Want dat is voor mij belangrijker. Wat gaan jullie nu doen? Want op het moment dat je het recht van de mens heeft geschaad, tenminste verwacht ik als kind van Brokopondo een degelijk excuses naar de mensen toe. Kom met een excuus, excuseer je, bied je verontschuldiging, want het is schade wat je hebt berocht. Niet alleen mentaal, niet alleen fysiek, niet alleen de gebouwen van de mensen zijn beschadigd, maar je hebt mensen ook emotioneel beschadigd. En tot hedendaags mis ik excuses van Staatsolie en de overheid naar de mensen toe. En ik mis een degelijke herstelplan van wat men gaat doen om dan de schade, wat er nu is gebeurd, om het in de toekomst te beperken. Wij hebben daarvoor als gemeenschap van district Brokopondo, hebben we aangedragen aan de overheid dat we niets anders en niets meer willen dat ze dijken bouwen langs de dorpen, zodat het water niet meer overloopt in de dorpen. Want na onderzoek, na vragen, naar mensen, deskundigen, is dat de beste advies wat ze ons hebben gegeven, zodat de mensen hun dorpen kunnen behouden. Reden waarom ook, de dorpen is voor ons heel duurzaam. We zijn daar geboren, we zijn daar getogen, onze geschiedenis is daar geworteld. Wij leven daar
En we zijn niet van plan om van daar weg te gaan. Wat wij vragen is dat er een degelijk een goede oplossing komt. En we hebben gebrainwashed met deskundigen, nationaal, zowel internationaal. Wat zou het beste oplossing zijn voor ons daar in Brokopondo, die langs de rivieren wonen als dorpen? En het antwoord is gegeven, het bouwen van dijken. En dat wil ik ook meegeven nogmaals, dat men ervoor zorgt dat er dijken komen, zodat zeg maar deze ramp zich niet meer hoeft te herhalen in het binnenland, in het district Brokopondo. Ik zit hier echt als een moeder, vanwege het feit dat ik me zorgen maak om mijn kinderen, mijn nakomelingen, mijn generaties. Wat gaat er met hun woongebieden gebeuren? Wat is men van plan? Wat wil men? Als ik merk van wanneer er een ramp is, want als ik volg in Amerika, binnen 3 dagen bevindt de president, de eindverantwoordelijke van het land, zich op het rampgebied. En wat merk ik pas na 2 maanden, en dit baart mij zorgen. Mag ik het recht niet nemen om hierover te praten als kind van het binnenland? En daarom zit ik hier, want er wordt niet naar ons geluisterd. Er wordt absoluut niet naar ons geluisterd. Er is een Samaka-vonnis waarbij de overheid is gevonnis dat ze de tribalen en inheemsen moeten opnemen in de moederwet van Suriname. En tot heden is het niet uitgevoerd. Waardoor wij als tribalen, we wonen in het grondgebied Suriname, als al reeds, zeker langer dan 400 jaar, de inheemse veel langer, hun zijn de rechtmatige eigenaren, en we hebben nergens rechten om op te staan. We kunnen nergens naartoe. We zijn net als wezen in Suriname, maar op het moment dat er propaganda wordt gemaakt voor verkiezing, dan komt men daar naartoe en dat doet men allerlei beloften naar de mensen toe, waarbij er steeds weer misbruik wordt gemaakt van de grondrechten. Van stem voor mij, als ik zit, dan zal ik uw grondrechten in orde maken. En op het moment dat men zit als zittende regering, dan worden wij vergeten. Hedendaag zijn we ook weer vergeten. En wij vragen ons af, waar moeten wij naartoe? Het besluit dat wij hebben genomen, dat wij nergens naartoe gaan, wij blijven in onze woon- en leefgebieden. En wat wij vragen van de overheid, wat wij ook van hun eisen, dat ze onze grondrechten opnemen naar letter en geest, zoals de vonnis. Het vonnis is uitgesproken op 19 december 2007. Wij hebben hun genoeg de tijd gegeven als mens, als burger van Suriname, die ook rechten heeft. Want ik weet, onze mensen, het binnenland, wij dragen ook mee aan de opbouw van Suriname. Uit het binnenland komen de meeste natuurlijke hulpbronnen. Ons gebied wordt gezien als winstgewest. Vanuit Paramaribo worden er concessies gegeven in dorpen, in leefgebieden. Mensen zijn handen, je hebt je handen. Je weet niet waar je naartoe moet. En op het moment dat je wilt praten, ja, niets van jou is opgenomen in het moederwet. En dit vind ik onrecht tegen ons menselijk bestaan. Want internationaal, het universele verdrag is uitgeroepen dat een mens een recht heeft op een menswaardig bestaan. En dat claimen wij, dat eisen wij wel ook nu van de overheid, dat ons bestaan wordt erkend. Wij eisen dat. Omdat wij wezenlijk, we zijn burgers van Suriname. Ik hoop echt, vanuit het diepst van mijn hart, als kind van Brokopondo, daar geboren, ik voel en ik zie net alsof mijn woon- en leefgebied wordt weggevaagd. Onder de motto van, we zijn niet opgenomen in het moederwet. En dat vind ik heel erg. Dat ik als kind van Brokopondo dit moet meemaken. Maar ik zeg ook, ik wil niet dat mijn nakomelingen dat nog zullen meemaken. Dus ik zal staan en ik zal opkomen voor mijn rechten. En ik zal de wereld laten horen dat wij er zijn en dat wij er bestaan. En dat wij geaccepteerd dienen te worden in de moederwet van Suriname.